eindelijk zijn er versoepelingen. En mogen we wat meer doen. Onder andere sport en een nieuwe sport. Peaks Paddle. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar er blijken hier heel veel bewoners te komen uit Zuilen. En wij gaan met ze kijken. Een nieuwe sport. In Overvecht komen ook veel Zuilenaren. Peaks Paddle. Wat is dat voor een sport? Ja, Peaks is ons bedrijfsnaam, maar padel is de sport waar we over praten. Het is de snelst groeiende sport ter wereld zelfs op dit moment. Niet alleen in Utrecht heel erg snel groeiend, niet alleen in Zuilen en ook niet alleen hier in Overvecht. Maar heel Nederland staat nu op de kaart met padel. Padel is eigenlijk vergelijkt zichzelf het beste tussen tennis en squash. Dus je hebt, als je op de achtergrond bij mij kan zien, maak je gebruik van de zijwanden en de achterwand, wat lijkt op squash. Maar je speelt ook de bal gewoon over het net. Je speelt altijd 2-2. En dat maakt het natuurlijk een heel sociale sport. En dat is wat het leukere er is. Je bent eigenlijk binnen 5 minuten al verslaafd. Omdat eigenlijk iedereen het ook gelijk kan. Hoe komt het nou dat padel zo populair is? Ik denk zelf dat de reden eigenlijk zit in dat het zo toegankelijk is. Veel mensen ook die überhaupt nog nooit een recordsport hebben gedaan en 1 keer padel proberen. Die merken meteen dat ze al echt wel een leuke rally kunnen slaan. Deels komt het ook omdat je dus hebt een glazen wand eromheen. Dus wanneer de bal voorbij jou gaat, in tennis heb je direct het punt verloren. Maar bij padel komt die bal weer terug, waardoor je hem alsnog een tweede kans krijgt eigenlijk om hem te raken. En dit zorgt eigenlijk voor hele leuke rallies waar heel veel mogelijk is en ook vaak gelachen wordt. En wat vind je dan zo leuk aan deze sport? Nou, dat het niet super moeilijk is om uit te voeren. En dat het wel redelijk snel gaat en je gewoon lekker met elkaar bezig bent. Het is hartstikke leuk. Ja, het is echt superleuk. Ik vind het leuk om met vrienden te spelen. En het spel heeft alles eigenlijk. Veel dynamiek, teamwork en het gaat best wel snel. Dus we zijn heel enthousiast eigenlijk. Ja. En natuurlijk vanwege corona lastige omstandigheden. We hebben toen veel buiten gespeeld. Als het regent of het veel wind, dan is het toch lekkerder om binnen te spelen. Ja. Dus we zijn wel weer blij dat het langzamerhand een beetje open gaat. Op 7 december zijn wij hier geopend. Nou, fantastisch. En op 15 december mochten wij onze deuren natuurlijk sluiten. En dat heeft geduurd tot 19 mei. En dat waren best pijnlijke maanden, moet ik je bekennen, als startende onderneming. Om dan alles hier neer te zetten en dan vervolgens helaas niemand te mogen ontvangen. We moeten ook weer wat doen om de buurt hier in Zuilen en in Overvecht te laten weten van hier zijn we weer. Komen jullie weer gezellig bij ons langs? Hartstikke leuk om te zien dat er vanuit Zuilen, waar ik zelf woon, ontzettend veel mensen kwamen. En ik ga hier vaak in Overvecht naar de winkel. Nou, daar kom ik al veel mensen tegen die ook hier op de baan staan. Dus de coronakilo's, die gaat hij weer afslaan. Ja, dat zie je wel. Ja. Dus ja, valt mee, we zijn nu hard aan het werk. Is het ook fijn om je agressie hier weg te slaan of valt dat mee? Nou, vaak pakt dat niet zo goed uit. Want dan sla je of de bal uit of in het net. Het is wel goed voor je agressie af en toe. Jij komt hier vaker. Ja, ik kom hier vaker. Ja. Ik ben al sinds dat het open is eigenlijk is het bijna mijn tweede thuis eigenlijk. Ja.